Hoi, ik ben Lani van de Vingerveegkunst en ik ga jullie laten zien hoe dit werkt. Wij verkopen complete pakketjes met mallen erbij, aquarelkrijt, een sponsje krijg je erbij, een lege tekenkaart en één uitgesneden voorbeeldkaart met een envelop. Wat je moet doen is eerst, de mallen zijn helemaal wit, die moet je gaan omkleuren met het krijt. Die leg je op je voorbeeld neer. Dan zie je dus nummer 1. Die zie je ook op je voorbeeld staan. Dit moet oranje omkleurd worden. Deze vormpjes zie je, die moeten groen omkleurd worden. Zo ga je dat met alle mallen doen. Dus wat je moet doen is gewoon groen, dik eromheen kleuren. Hoe dikker het krijt erop zit, hoe mooier de tekening. Want je moet het zo zien, het krijt is je verf en je vingers zijn je kwasten. Deze heb ik al omgekleurd. Bij dit pakketje krijg je ook een zwart krijtje erbij. Je kan de kleuren ook mengen. Dus wat we doen is bijvoorbeeld bij deze bloem, om de meer schaduw te maken, doen we aan de onderkant een beetje zwart. Zodat we ze zo direct door elkaar gaan mengen. En nu beginnen we eerst met mal nummer 1. Pak een blanco kaart, daar leg ik hem op. Dit is een sponsje met wat water. Dus ik maak mijn vinger een beetje vochtig. En dan veeg je het krijt van de mal. Het punt waar je begint met vegen wordt het donkerst. Naarmate je vinger droger wordt, wordt het lichter van kleur. Dus je maakt je vinger weer vochtig. En veeg je het krijt in het vormpje. Andere kleur moet je wel een andere vinger gebruiken of je vinger even schoonmaken. We hebben nummer 1 gedaan. Dan gaan we nummer 2 doen. Dus die leg ik weer gelijk op de kaart neer. Dus ik maak mijn vinger weer vochtig. En je veegt het krijt weer van de mal. Groene vinger gebruiken voor de groene kleur. Dan is dit de laatste, nummertje 3. En de tekening is tegelijk droog en klaar. Wat je nog zou kunnen doen is de puntjes in voor de meeldraden. En je hebt een hele mooie klaproos gemaakt. Nu kan je dus ook op meerdere materialen kan je het maken. Je kan het op schilderijtjes maken, op hout, op doosjes. Je zou het dus kunnen combineren met andere bloemen en uitsnijden. Kortom, het kan op alle materialen, zolang er maar geen glanslaag op zit, daar kan je het op uitproberen. Het zou ook op stof kunnen bijvoorbeeld. We hebben het hier bijvoorbeeld in 3D gemaakt. Dus dan maak je de klaproos nog een keer. Kijk, dan kan je het verschil zien. De onderlaag hebben we uitgesneden, de onderkant en er weer opgeplakt. Vele dingen zijn ermee mogelijk. Ik wens jullie er veel plezier mee.